Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube-kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zo, hallo lieve kijkers van me. Welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik pom maken. En deze pom ga ik anders maken. Dus ik ben nu aan het voorbereiden. Ik heb shallotjes gekocht. Die ga ik pellen. En dan ga ik straks choppen. Zet ik in stukjes snijden. Ga ik lekker choppen. Mijn knoflook heb ik al gepeld. Oh. Doe ik een beetje fijn snijden, weet je. Dan is het makkelijk om te choppen. En dan heb ik Madame Jeanette. Oh, die ga ik ook erin zetten. Dan wordt het een heerlijke lekkere pom. Mijn pom heb ik laten ontdooien nog. Hij is aan het ontdooien. Kijk, de peper doe ik ook stukjes. En dan pel ik mijn shallotjes. Doe ik ook in stukjes. Dan is het makkelijk voor om te choppen. Dan wordt het een heerlijke pom vandaag. Pom maak ik met harde kip. Ik heb de kip net gewassen. Gehakt en gewassen. En dan ga ik dat koken nu. Met harde kip. Een beetje botjes ertussen. Gaat lekker zijn hoor. Dit is een hele andere soort ga ik maken weer. Weet je lieve mensen, lieve kijkers. Ik hou van experimenteren op mijn manier. Hè? En daarom geef ik mijn eigen recept aan mensen. Weet je? En mensen leren ervan. Dat vind ik fijn. Mensen geven me welkom mens. En zeggen ze ja dankjewel tante. Of mousie. Of wie dan ook. Weet je? Dat vind ik fijn. En dit allemaal gaat in de chopper. Dan chop ik zo. Zie je, hij is gechopt mooi, netjes. Dan ga ik hem in de olie straks bakken. En dat laat ik jullie zien. En dan ga ik mijn kruiden nu bakken. Een beetje middenbruin. En dan gaat de kip erin. Die is mooi aan het bakken. Deze kip ga ik maken voor de pom, hè. Even kijken. En dan zet ik zo een klein blikje tomatenpuree. Ook wil ik jullie laten weten dat ik begonnen ben met bestelling te nemen. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan heb ik hier 2 kilo kip. Die heb ik gehakt. Harde kip. Wat een lekkere pom vandaag. Dan heb ik hier laos. En dit heb ik al gesneden hier. Die gaat ook erin. Geeft die lekkere smaak. Laos. En dan zet ik een paar bolletjes pinnen. Geen kwaad hoor. Zet ik een paar stukjes laurierblad. Ik heb hier peper. Droge peper een beetje. Zet ik erbij een beetje voor de smaak. Ook lekker hoor. Altijd lekker. Ik
heb ik twee kippenblokjes. Die pak ik ook erin. Zo. Mooi laten intrekken. Zet ik een beetje zout. Zet ik een beetje ketchup. Laat maar zeggen 1 eetlepel. Zo, ketchup, voor eens ketchup. 1 eetlepel. Dan mag je lekker gaan sudderen. Meer heeft hij niet nodig. Ruikt heerlijk. A sweetie, hè? Met tijgers, a sweetie. En dan heb ik hier een bos soepgroenten, Surinaamse soepgroenten. Dan ga ik dit heel fijntjes snijden. Dat zet ik ook erin. Ik ga die meekoken met de kip, hè? En dan dit ga ik lekker met die kip koken. En dan ga ik lekker in die pom straks. En lieve kijkers, de kip mag niet helemaal gaar, hè. Het moet half gaar zijn. Verrukkelijk lekker vers. Deze soort groenten komt uit de tuin, hè? Is biologisch. Zo, even kijken hoe ver hij is. Ja, hij is lekker verrukkelijk. Is lekker aan het intrekken, hè? Zo, lieve kijkers, dit is mijn pom. Dit is in de zak. Is lekker ontdooi. Dan ga ik dit nu uit de zak. Dan ga ik alles erin mengen straks. Zo. Ik ga voor 2 kilo maken. Ja. Gaat goed. Zo, dit is mijn pom. Van 2 kilo. En nu ga ik alle ingrediënten erin mengen. Zoals het hoort. Zo, ik heb 2 potjes zoetzure pekalilli. Dat is voor 2 kilo pom. Dit ga ik erin zetten. Dit geeft de lekkere smaak ook, hè. Kijkers. Sweetie, sweetie. Pom als je maakt, hè, lieve kijkers. Je mag zoveel dingen zetten. Wat zoals je wil. Maar ja, ik vind als het te druk is, dan is het ook niet lekker. Dan proef je ook geen pom, hè. Mijn lieve kijkers. Op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Ziet er prachtig uit. Het andere potje in, dus per kilo 1 potje van 360 gram. En pom, bijvoorbeeld als je het vandaag maakt, klaarmaakt, dan moet je morgen eten. Boy, ik zeg je, het is zo lekker. Zelfde dag als je het eet, ja. Vind ik niet zo lekker altijd, hè. Zo, ik heb hier 2 potjes pekalilli erin gemengd. Dan heb ik hier bruine suiker, rietsuiker. Die zet ik 1 theelepel. 2 theelepel. 3 theelepel. 3 theelepel bruine suiker, dit. Heb ik gezet. Dit allemaal goed aanmengen. En dan zet ik nog 2 bouillon erin. Blokjes.
dit goed mengen. Zet ik een beetje witte peper, een halve theelepel voor de smaak. Zet ik een beetje peperplokken. Beetje zout, sojasaus, laat maar zeggen een halve eetlepel of twee theelepel. Ik zet boter, twee eetlepel. Dan heb ik hier verse sinaasappelsap, 1 beker, 2 zo'n glas, 2 glas sinaasappelsap gaat erin. Gewoon goed mengen, dan gaat hij straks lekker in de oven, lieve kijkers. Ja, zet ik een beetje zoekgroente erbij. En dan gaan ze, de kip klaar is, dan gaan we sorteren in de oven. Dan ga ik kijken hoe ver mijn kippetje is. Ja, die is lekker aan het koken. Heerlijk. Ik ga straks deze dingen weghalen, hè, kijkers. Lieve mensen. Zo. Dan mag je lekker gaan pruttelen. Want dat is harde kip, hè. Zo, lieve kijkers. Nu ga ik mijn celderie erin zetten. De groente. Kip is bijna klaar. Dan mag ik op een zachte vuur lekker intrekken straks. En dan gaat hij lekker in de pan. Sweetie, sweetie. Zo, lieve mensen. Mijn kip is al klaar. En dit ga ik in die pan mengen. Zo. En die pan straks in de oven. De jus moet erbij zijn, hè, want de jus maakt die pom koken. Laat die pom koken straks. De jus is hartstikke nodig. Dat ga ik in de oven zetten. Dit. Een beetje goed bewerken. Mooi mengen. Lekkere Surinaamse pom. Op mijn manier. Op Suriname kitchen manier. Zo, lieve kijkers. Kijk, ik heb mijn pom nu in de oven gezet. Ik heb mooi alles gedekt met de kip. Nu is hij op 140 graden rustig. Een uur. Ga ik laten rusten in de oven. Zo, mijn lieve kijkers. Dit is mijn lekkere pom. Zie je? Lekker een bakje hier. Zo ziet hij eruit, zie je? Lekker toch? En tot volgende keer. Bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. We gaan afkomen met een video presentatie. Subscribe kanaal, like kanaal, comments daarna. Of notification button kopie. दबा देना ताकि नया वीडियो आपको मिल सके फिर मिलेंगे बाय बाय.